Welkom terug bij Team met Ballen. De basketballers van West-Brabant Giants zullen regerend landskampioen Eiffel Towers moeten uitschakelen om door te dringen tot de finale van de play-offs. In de best-of-5-serie werd er eerder al gewonnen door Den Bosch, nipt moet ik er wel bij vertellen. Het tweede duel volgde in Sporthal de Boulevard in Bergen-op-Zoom. Schitterende ambiance in Bergen-op-Zoom afgelopen zaterdagavond voor deze Brabantse halve finale. We pakken de wedstrijd op in het tweede kwart. De teams zijn deze zaterdagavond aan elkaar gewaagd, al is er de hele wedstrijd een licht voordeel voor de Giants. De grootste voorsprong in dat tweede kwart is 40-28 voor de Giants, hier spelend in het wit en bezig aan de aanval. Paas gaat naar nummer 4, Andre Harris, en die schiet de twee punten binnen. Felicitaties voor de Amerikaan van zijn teamgenoot Arvin Slachter. Dan Den Bosch in de aanval, hier opgezet door Jos Frederiks. Die bereikt dan Dean Oliver en die gaat voor het driepuntschot. De duimen van de scheidsrechter zijn omhoog, dus de drie punten voor de Eiffel Towers zijn hier binnen. In het laatste kwart dan van de wedstrijd. De Eiffel Towers druk op zoek om de aansluitingstreffers te scoren. Maar het valt niet mee. De Giants staan zeer geconcentreerd te verdedigen. Hier gaat Robert Owens in de aanval, maar hij mist. Nog 4 minuten te spelen dus en 3 punten verschil tussen de twee Brabantse grootheden. Die afgelopen donderdag trouwens ook al een spektakelstuk vermaakte. Toen was Den Bosch de winnaar, maar Den Bosch mist hier wederom. En de Giants kunnen in de tegenaanval gaan in de break. Maar Patrick Pope wordt hier onreglementair afgestopt. Dus 2 vrije worpen in dit beslissende deel van de wedstrijd voor de Giants. De eerste schiet hij ondanks de grote druk toch goed binnen. En ook de tweede worp gaat de 27-jarige Amerikaan hier scoren. Bergen-op-Zoom staat dus met 90-85 voor met nog zo'n 3 minuten te spelen. Hier de Bossencoach Randy Wiel. Hij lijkt er nog in te geloven, maar de Bossen supporters die kijken al wat minder vrolijk. Dan de laatste kans voor Den Bosch in deze wedstrijd tegen de Giants. Met hier Travis Young aan de bal. Hij paast naar Dean Oliver en die gaat voor het 3-punt-schot. Normaal gesproken en zeker de afgelopen week het sterke punt van Den Bosch. Maar zaterdagavond niet. De break met Arvin Slachter. Hij slalomt door het centrum en brengt hier de eindstand op 96-88. Het was een leuke wedstrijd. En weet je, misschien een paar schoten hier, een paar schoten daar. Want het was close. Kan het misschien onze kant op zijn gegaan. Dus. Maar ze hebben goed gespeeld. Verdiend gewonnen thuis. We hadden onze kansen daar met 2 minuten te gaan. Misten we 2 open 3-punters. En moesten we falen. Dus, maar ik denk het wordt interessant weer volgende week donderdag. Ik hoorde net het commentaar een beetje van Randy. En ik denk dat twee heel goede teams zijn. Die heel dicht tegen elkaar aan zitten. En beide teams spelen heel erg goed basketbal. En het is volkomen logisch als je veel kwaliteit hebt, zoals Eiffel Towers hebt, dat je dan terugkomt in de wedstrijd. Kijk, waar het voor ons om gaat, is om dan niet in paniek te raken en gewoon door te blijven spelen. En dat deden we. Wat was nou beslissend, deze wedstrijd? Ik denk dat vanavond beslissend was onze verdediging. Ik denk dat wij ze gedwongen hebben tot moeilijke schoten. Waarvan ze toch gewoon een aantal binnenschieten, gewoon met individueel goede spelers zijn. Maar uiteindelijk hebben we het hoofd boven kunnen houden. Dus geweldig. Nu gewoon je thuiswedstrijden winnen en er is eigenlijk niks aan de hand. Ja, dat is de bedoeling. Maar Bergen-op-Zoom zal daar iets over te zeggen hebben. Ze zijn een goed team en ze hebben van ons in Den Bosch ook gewonnen, dus we moeten goed spelen.